Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Jotrex. De enige echte natuurlijk, hè? De enige echte. Er kan maar één de enige echte wezen, hè? Dat ben ik. Nou, in deze vlog wou ik het even hebben over ons thuispark. Nou ja, wat ons thuispark, wat er nog van over is van ons thuispark, want je hoort niks meer, je ziet niks meer, dus. Maar in ieder geval zal het laatste jaar wezen dat ik een Efteling abonnement heb. Het ziet er heel erg naar uit. En ik weet, ik heb het wel vaker gezegd, dat ik de Efteling een beetje zat ben. Nou, momenteel ben ik nou niet echt de Efteling zat. Maar ik heb gewoon helemaal niemand meer. Ik heb gewoon helemaal niemand meer om naar de Efteling te gaan. Zoals ik dat vroeger altijd zei, hè? De Efteling. Ja. Zijn er dus een heleboel dingen zijn er momenteel gaande, waardoor ik zoiets heb van, gaat het abonnement nog door of niet? Blijf ik het abonnement houden of blijf ik het abonnement niet houden? Want er zijn weer een aantal dingen gebeurd in de Efteling. Het eerste punt is dus dat ik bijna niemand meer heb om mee naar de Efteling te gaan. Het tweede punt is, er wordt een nieuw abonnementsvorm wordt er afgesloten. Er komt een nieuw abonnement komt er in de Efteling. Nou, normaal had je altijd één abonnement. Of eigenlijk, twee had je er eigenlijk. Want je had natuurlijk ook het parkeren, maar dat was, het telt niet echt heel erg. Je had gewoon maar één abonnement. En dan kon je wel parkeren, kon je er dan nog bij nemen. Ja of nee. Als je een auto had. Nou, ik heb natuurlijk altijd parkeren erbij gehad. Altijd makkelijk. Efteling is momenteel 12,50 volgens mij, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Parkeren. Ja, als je dan zo'n abonnement hebt, dan kan je beter ook gelijk parkeren erbij nemen. Dan betaal je gewoon één keer iets meer betaal je dan voor je abonnement. Maar dan kan je wel gewoon onbeperkt kan je parkeren. Nou, er kwam dus een nieuwsje op loopings kwam er. En dat was dus het abonnement. Nou, ik ga het even laten zien aan jullie. Dit is het dus. Je kan ook een abonnement dan nemen. En heb je het gewoon altijd heb je toegang in de Efteling. 365 dagen. Heb je toegang in de Efteling. Nou, je hebt verschillende dingen. Bij heel veel pretparken zie je dat tegenwoordig. De Efteling liep wat dat betreft. Ja, Efteling liep een beetje achter wat dat betreft. Maar hier dus altijd toegang. Exclusief souvenirs. 5% korting eten drinken. 30% korting overnachten. En dan heb je ook weer minder toegang. Dan heb je maar 300 dagen. En je hebt dan hier ook nog een keertje minder toegang, 300 dagen. En dan heb je bij de ene, deze dus, betaal je 201. En de andere betaal je 245. Maar dan krijg je wel 4 entreekaarten voor vrienden. En dat is eigenlijk een beetje allemaal het verschil eigenlijk allemaal. Hier heb je dus trouwens bij onbeperkt heb je ook 5% korting dus. Maar je hebt ook 30% korting op overnachtingen. En 2 entreekaarten voor vrienden. Nou, zo loopt het allemaal eigenlijk een beetje door eigenlijk allemaal. Hier ook weer, dit is dan weer iets goedkoper. Want dan krijg je weer geen korting op overnachtingen en zo. Wat ook weer nieuw is, dat is dus deze weekenden uitgesloten. Dus dan kan je gewoon naar de Efteling gaan. Alleen op zaterdag en zondag is je abonnement niet geldig. Dus dan kan je niet naar de Efteling op zaterdag en zondag. Voor de rest heb je ook nog dagen. Of een abonnement heb je dat je de feestdagen en vakanties. Dat je dan niet kan. Nou, dat zou dan een abonnement voor mij zijn. Dus 201 euro. Zou dat wezen? Ja, ik had echt zoiets van, hier zeer vaak toegang, 350 dagen. En dan hier feestdagen en vakanties uitgesloten weer. Maar dan krijg je ook weer 15% en 5% korting. Je moet eigenlijk kijken naar hoeveel procent je krijgt op souvenirs.
Het korting op eten en drinken volgens mij. Als ik het goed heb. Ja, het eten en drinken. En de entry tickets voor vrienden. En dan heb je dus zeer vaak feestdagen uitgesloten en minder toegang. En dan heb je ook weekenden heb je dan. Nou, en dat loopt allemaal zo een klein beetje door. Naar achteren loopt het allemaal. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje het nieuwe abonnement. Wat er dus binnenkort aan zit te komen op de Efteling. Dus ja, dat is het een beetje eigenlijk. En in het begin had ik zoiets van jeetje, en hoe kan dat nou? En dit en dat en bla bla bla. Maar op zich, volgens mij heb ik ook wel abonnementen gezien. Nou, dat valt nog niet echt. Is niet echt een verschil met met de prijs die ik momenteel betaal. Dus het valt nog in principe, valt het nog mee. Het was weer een beetje te snel. Dat ik uit mijn stekker ging voor niks, want sommige abonnementen zijn voor mij wel goedkoper. Zo'n abonnement voor niet in de weekenden, nou, dat zou iets voor mij wezen, want ik ga nooit in de weekenden. Ik heb een hekel om in de weekenden te gaan. Veel te druk. Ik ga liever altijd gewoon door de week schakelen altijd. En dan het liefste als de kinderen op school zitten. Dus als er geen vakanties zijn, geen schoolreisjes, dan ga ik eigenlijk het liefste naar de Efteling. Want dan kan je gewoon in één keer kan je doorlopen. En dan hoef je niet in de rij te staan. Ja, met vakantie en weekenden is het natuurlijk altijd hartstikke druk in de Efteling. Dus dat, maar dat is eigenlijk een beetje hetgene wat er dus gaat veranderen in de abonnementsvorm van de Efteling in ieder geval. Ik zit er nog over te twijfelen. Ik moet nog even kijken hoe het gaat. Want momenteel zoals het nu gaat. Ja, dan hoeven we niet echt meer een abonnement. Hoef ik niet meer echt een abonnement te nemen. Want ja, die één keer in de drie maanden dat ik een keer ga. Ja, dat is gewoon zonde van mijn abonnement. Dan kan ik net zo goed gewoon een kaartje kopen. Alhoewel dat ook wel weer ontzettend duur is. Dus dat is eigenlijk een beetje het punt momenteel is het. Momenteel het punt. Dus we gaan nog wat eventjes afwachten. En nog even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Want ik ben er nog niet echt helemaal uit. Kijk, als jongens nou weer een keertje, elke keer weer een keertje willen. Kijk, dan is het leuk, weet je wel. Maar als je gewoon drie maanden gewoon niet gaat. Ja, is het gewoon zonde van het geld eigenlijk om naar de Efteling te gaan. Dus ja. Het is nog eventjes kijken. Kijken hoe het verder loopt. In ieder geval. Ja, er was ook weer een aantal dingen was er weer aan de hand. Er was een of andere druiloor. Die stond in de fontein. Stond die. Om het geld uit de wensvijver. Of uit de wensfontein te vissen. Er is ook weer iemand gestolen. Die had iets van €500 aan souvenirs gestolen in de Efteling. Ja. Jeetje, ja, waar gaat het heen tegenwoordig? Je kan tegenwoordig ook helemaal niks meer doen. je kan tegenwoordig ook helemaal gewoon niks meer als pretpark kan je in een winkel doen. Want voor je het weet wordt het gestolen. Dus gelukkig waren er twee oplettende mensen, bezoekers, die het gemeld hebben aan de beveiliging. En die hebben gelukkig konden die gasten nog oppakken. Terecht. Mooi zo dat ze opgepakt zijn. Geef ze een levenslang parkverbod, zou ik zeggen. En opdonderen. Niet meer terugkomen. Ja, €500 stelen, jongens. Als je dan het geld niet hebt, blijf dan gewoon uit die winkels. Ga er gewoon dan niet heen. Als je gefrustreerd bent dat je geen geld hebt. Ga het lopen stelen, jongens. Echt, het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval, dit was even de vlog. Eventjes, dit wou ik even melden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Er komen weer gamevideo's komen er weer aan. Jullie hebben de vorige video, hebben jullie Metro Simulator Beta gezien. Er was een livestream, was dat. Ook wel weer een keer leuk om te doen. Als ik nou als jullie nou livestreams willen zien, abonneer ook even op mijn Twitch kanaal. Staat op mijn kanaal, staat mijn Twitch adres. Ik ben ook op Twitch en daar stream ik ook heel erg veel. Dus
ja, heb je interesse in de livestreams? Ik ga binnenkort ook weer op Twitch streamen. Dus abonneer daar ook even op mij. En ja, dan hebben jullie de twee kanalen waar ik tegenwoordig op livestream. De vorige was trouwens op YouTube en die heb ik gewoon afgehaald en weer een aparte video van gemaakt. Ik vind het zo irritant dat een livestream tegenwoordig in een aparte hoekje wordt geduwd, want hij komt dan niet meer op je hoofdpagina zeg maar, van je kanaal. Dat vind ik echt super irritant, maar goed. Zo is YouTube in ieder geval, maar ik ga dus ook weer op Twitch ga ik weer livestreamen. Dus doe dat eventjes, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en dan zou ik zeggen, jongens... abonneer nog eventjes trouwens op mijn kanaal en abonneer ook even op mijn Twitch kanaal. En ik spreek jullie allemaal bij de volgende vlog. En de volgende vlog is met een oude bekende. Ja, want die vlog heb ik al opgenomen. Deze is ertussen gekomen. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.